Eco staat voor ecologisch, duurzaam, fit. Dus wij coachen mensen op duurzaam, een leven lang, vooral fysiek en specifiek mentaal fit. Doelgroepen zijn groot, topsporters, sporters, mensen van sociaal domein, bedrijven, opleidingen, de minor eco-coach van de Hanze bijvoorbeeld, defensie, scholen, nou ja, eigenlijk wat niet. Als eco-coach zijnde, dan help je gewoon trainers, help je gewoon sporters, help je atleten. Die beter willen worden in hun eigen sport, maar eigenlijk niet door hun eigen sport te beoefenen. Dus een mentale lading op de oefening te zetten, het extra zwaar voor ze te maken. Voor mij daarin nog het meest kenmerkende is dat ze vooral bedenken hoe ze de volgende oefening zelf gaan bedenken. Studenten worden hier onderricht in het trainer-coach vak. De trainer met name het fysieke gedeelte en de coach met name het eco-coaching verhaal. Een betere coach te worden, een betere begeleider te kunnen worden. Wat heeft eco-coaching met reïntegratie te maken? Een stukje mindset. Voor jezelf overkomen, voor jezelf zorgen, stabiel staan, stabiel in het leven staan. Ja, hoe ben je zelf? Vervolgens gaat reïntegratie daar verder mee aan de slag. Wat zijn er nog meer van zaken die aangepast moeten worden, opgelost moeten worden om een baan te krijgen? Het heeft mij in zoverre heel veel opgeleverd dat ik was heel onzeker en ik was altijd bang voor het onbekende. En ja, dat ben ik dus eigenlijk nu zo goed als kwijt. Het verschil, dat maak je hier. Het verschil hoe je op straat bent, hoe je bij je werk bent, hoe je thuis bent, kun je hier maken. We werken hier aan een stukje individuele ontwikkeling. Dat kan zijn om iemand nog meer in zijn kracht te brengen dan dat hij al is. Ja, waar hebben we dan vooral over? We hebben het bijvoorbeeld over een stukje duelkracht, maar we hebben het ook over awareness. Maar we hebben het ook over concentratie. Het allerbelangrijkste vind ik, ze worden eigenlijk dag in dag uit beoordeeld op hun voetbalhandelingen in het veld. Alleen we trekken ze echt even van het veld af. Dus ze komen in een hele andere omgeving. Dat maakt dat ze hier veel samen doen, veel lichamelijk contact hebben, elkaar beter daardoor leren kennen, vrij voelen. Dus het is een vorm van plezier. En vanuit daar proberen we daar dus richting aan te geven wat ik net vertelde. Dat maakt deze locatie en deze manier van trainen heel erg uniek. Ik vind ook het heel belangrijk om met de mentale dingen te werken. Ook veel oefeningen waar je werkt aan, ja, ook je techniek, maar ook moeilijke oefeningen. Dat is de hele package of wat je alles doet. En dan is de mentale aspect, vind ik, heel belangrijk. En dat heb ik zoveel geleerd omdat ik heb met de ego coaching gewerkt. Ik ben veel bewuster geworden met het stellen van doelen voor mezelf. Op dit moment ben ik heel erg bezig met sprongkracht en met meerdere dingen tegelijk te focussen. Mijn einddoel is dat ik kan dunken op de korf. Mentaal moet ik de hele wedstrijd gewoon gefocust en geconcentreerd de wedstrijd kunnen uitspelen. Nou, ik denk dat de mentale kant van sport heel belangrijk is. Ik denk dat uiteindelijk daar het verschil gemaakt wordt. En dan gaat het eigenlijk om dat stukje mentale weerbaarheid, zeg maar, van kun je het leveren op het moment dat het moet. Ja, ik denk eigenlijk dat het in elke sport of in alles wat je doet eigenlijk wel heel belangrijk is dat je weet waar je staat en waar je naartoe wil. En door middel van doelstellingen elke dag eigenlijk een stapje in de richting van je doel maakt. En in de tijd dat jij hier traint in deze zaal, wat is je het meest bijgebleven? Nou, eigenlijk wel dat er altijd een positieve energie hangt. De mensen altijd heel enthousiast zijn, dus er is heel veel wisseling. Dat inspireert elkaar denk ik wel. Ja. Als je de top wilt bereiken, dat je ook vooral aan jezelf moet werken. Dat het belangrijkste is, naast de training van je paard. Waar ik het meest aan heb gehad, is denk ik wel het visualiseren van je proef. En dan heb ik het niet alleen over de onderdelen die je rijdt, maar vooral ook het gevoel wat je daarbij hebt. Ja, het doel wat ik gesteld heb in het begin, toen ik met eco-coaching ben begonnen. Ik wilde Grand Prix rijden en dat is uiteindelijk ook gelukt. Heel veel mensen hebben geen duidelijk doel en bij mij komt eigenlijk niemand binnen zonder een duidelijk doel. Want dan ben je heel direct gericht bezig en ook heel gemotiveerd. De kruisbestuiving van alle soorten coaches die hier rondlopen, fysieke coaches, mentale coaches, die de sporter centraal stellen. Niet zichzelf belangrijk vinden, maar de sporter centraal. Dat geeft elke dag vernieuwing.